Nee, ja. voor Utrecht. Ik heb 4 maanden heb ik in Sydney gewoond. Dat is een stad die heel erg in het teken staat van sport. Dat zien we ook elke keer weer op de Olympische Spelen. Die gasten van Australië die zijn door en door sport. En je hebt daar een aantal routes, ook in Sydney. Dat mensen hardlopen, surfen, fietsen, wat dan ook. En je ziet daar om de, nou, wat zullen we zeggen, 200-300 meter... heb je daar een soort klimrek, maar bedoeld voor volwassenen. Dat ze lichamelijke oefening kunnen uitvoeren, maar het stimuleert ook lichamelijke oefeningen. En zie je mensen het gebruiken? Je ziet eigenlijk continu mensen dat gebruiken. Zo erg namelijk dat er geen ruimte is voor jezelf om dat te doen. Ja. Ook al is er om de zoveel tijd... Okay. En er zijn ook... mijn teamgenoten zijn er dat filmen. Hey, super. daarnaast had ik het over nog een idee op de Uithof. Ja? Laat even zien. Op de Uithof heb je... ik woon trouwens hier. Ja? Even kijken. Daar. Doe. Aha. Op de Uithof heb je een fietsenstalling. En daarin zit geïntegreerd een fietspool. Het is allemaal ook roestvrijstaal, allemaal heel erg duurzaam volgens mij. Dus als je er of een sportroute of een fietsroute van maakt, zijn dat dingen die flink kunnen toegevoegd. Misschien kunnen we dat zo even tekenen, een geïntegreerde fietspomp. Ja. Dat vind ik wel leuk. Nee, die staat op de Uithof, dus dat... wij gaan even tekenen en dan kan je het erop plakken. Ja, prima. En even kijken. Ja? Alle dingen die je graag langs de route zou willen, want dan maken we even gelijk een moodboard. Ja? Ja? Want je bent zo enthousiast bezig. Hartstikke goed. Even kijken. Als je hier dingen ziet. Ja.